Goedemorgen allemaal. Ik heb net gesport van 8:30 tot 9:30. En ik ben zit nu in de print, in het printhok. En ik ga even wat dingetjes printen en dan zo even douchen. En beginnen met de planning, want ik had een planning gemaakt, best wel een pittige. Dus ik moet vandaag veel doen. Maar dat is ook wel weer lekker. En het was net best wel mooi weer, dus ik dacht van nou, misschien kan ik wel een beetje buiten zitten of zo. Misschien kan ik wel een beetje studeren. Andere mensen vind ik wel gezellig. Ik zie het wel. Ik vind het wel weer lekker om eventjes te studeren. Hey, ik heb net college gehad en ik ga nu even studeren buiten. En ik ga wacht ik nu even op Marijke en die komt samen met mij studeren hier. Chill. En ik heb dus een super grote appelpeer achter iets. Echt heel groot, kijk. Nice, beter. Helemaal. Ik heb al een tijdje niet gefilmd, maar ik heb vanavond even, ik weet even niet meer wanneer de laatste keer zo ik heb gefilmd, maar ik heb in ieder geval vanmiddag best wel een super efficiënte middag gehad in de bib met Marijke. En toen heb ik ook nog samen met haar gegeten. Ik heb de noedelsoep van gisteren opgewarmd en ik heb daar broccoli bij gedaan. Dat is echt best wel lekker. Het is een goede maaltijd. En toen na het eten ben ik naar de piep gegaan. Ik loop nu naar beneden. Ben ik naar de 19e verdieping gegaan van mijn flat. Want daar heb je daar zo'n studieruimte. En ik kon me best wel goed concentreren. Dus ik heb echt veel meer gedaan dan ik eigenlijk had verwacht. En het is nu 10:00, dus op zich niet al te laat. Dus ik loop zelfs een beetje voor mijn planning. Terwijl ik eigenlijk vanmiddag, een paar uur geleden, liep ik nog heel erg achter. Dat ik vanochtend niet aan mijn planning was toegekomen. Dus en ik ben van plan om morgen dan klaar te zijn met het samenvatten voor het vak waar ik vandaag mee ben begonnen. Dus dat is echt best wel, daar ben ik best wel trots op. Moet nog wel gebeuren natuurlijk, maar het gaat best wel goed het samenvatten. Ik moet het ook nog aan mijn hoofd leren. Maar ja, ik hoop gewoon dit schrift dan mee te kunnen nemen op reis met Timon. En dat ik dan aan het strand lig en dat een beetje ga leren. Maar ik weet niet hoe dat gaat gebeuren natuurlijk. Maar wat jullie tot nu toe zover ben gekomen. En wat ga ik verder doen nu? Ik ga lekker even pauze, een beetje klaarmaken om naar bed te gaan. Er moet gewoon de komende tijd veel gebeuren voor studie. En dat vind ik helemaal niet erg. Ik vind het juist wel leuk om even te werken. Ik wil eventjes gaan kijken, een lijstje maken met dingen die ik nog wil doen in Hongkong. En ik zag dat er een soort hiking / running competitie was aankomen over 2 weken. En ik eentje van 5 kilometer en eentje van 10. En ik dacht van nou, ik zou een keer mee willen doen en dan voor 10 kilometer. Maar nu blijkt dat het echt een hike run is, zeg maar. Dus je moet dan 400 meter klimmen in die 10 kilometer. Dus en nog 10 kilometer aan het rennen, maar ook nog omhoog aan het gaan. Dus dat weet niet of ik dat heel erg goed kan. Dus ik zit te denken om misschien 5 kilometer te doen. Maar ik moet me daar eventjes in verdiepen, want het is ook weer €40. Maar het lijkt me wel gewoon leuk om zoiets een keer te doen. Ik heb nog nooit een soort wedstrijd gedaan. Of in ieder geval zo'n georganiseerde run. Nooit gedaan. Dus het lijkt me dan helemaal leuk om dat in Hongkong een keer te proberen. Maar ik zag het van die 10 kilometer en eigenlijk wil ik gewoon heel graag 10 kilometer doen, want ik heb het gewoon, kan het gewoon rennen ook. Maar als het echt zo'n hike is, dan heb ik er niet zo'n heel goed gevoel bij als je echt omhoog moet. Ik zie mezelf dat niet helemaal doen, 400 meter en 10 kilometer. Dus ik moet er wel nog eventjes goed over nadenken. Maar in ieder geval vet leuk dat het een optie is. In ieder geval. Helemaal. Ik ga nu mijn kamer in, maar Lau is niet zo lekker en die slaapt al. Dus bij deze sluit ik alvast de vlog af. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer.